Gerskowicz is eind maart 2023 opgepakt in een restaurant in Jekaterinenburg in de Oeral op verdenking van spionage. Hij zou daar bij een wapenfabriek hebben rondgesnuffeld volgens de FSB, de Russische inlichtingendienst, de veiligheidsdienst. En zou daar dus ook geheimen hebben ontfutseld die hij aan de CIA zou hebben willen doorspelen. Maar goed, de Wall Street Journal waarvoor hij werkt en hij zelf ook natuurlijk ontkennen dat in alle tonen. Hij is geen spion, hij is een journalist, maar hij zit wel vast op verdenking van spionage. Ja, en hoe groot wordt dit proces dan in Rusland vervolgens uitgemeten? Nou ja, het is natuurlijk wel redelijk koren op de molen van de Russische staatsmedia natuurlijk. Die melden het ook wel en die zeggen ook dat hij dus verdacht wordt van spionage. Wordt redelijk feitelijk verslag van gedaan. En het is ook een zaak die achter gesloten deuren plaatsvindt, omdat het om staatsgeheimen gaat. En ja, dan is dat per definitie, zijn journalisten daar niet welkom. En mogen ook advocaten tussendoor niets vertellen over de verloop van het verloop van het proces. Maar goed, er wordt wel de indruk gewekt natuurlijk dat hij een spion is. Want ja, ook die staatsmedia, die zijn op de hand van het Kremlin. En dus komt hen dit goed uit. En Joost, maakt Gerskowicz enige kans in zo'n proces? Nee, daar kan ik kort over zijn. 0,2% van de aangeklaagden in Rusland krijgt uiteindelijk wordt vrijgesproken. Dus de kans dat hij wordt vrijgesproken is echt nihil. Hij zal waarschijnlijk 20 jaar krijgen, maar paradoxaal genoeg kan het ook zijn vrijlating dichterbij brengen, omdat als hij eenmaal veroordeeld is, dan kan hij in aanmerking komen voor een gevangenenruil, waar president Poetin al meerdere malen op gehint heeft. Maar ze willen hem eerst veroordelen om ook binnenlands te laten zien, kijk, we hebben een spion te pakken gehad, we hebben hem veroordeeld, maar uit humanitaire overwegingen eventueel kunnen we hem dan gaan uitwisselen. En gaat hij dan gewoon de gevangenis in? Of wordt dat zo'n werkkamp? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Als hij wordt veroordeeld natuurlijk. Ja, dat is de vraag. Hij zit nu in de Lefortovo-gevangenis in Moskou. Daar zat hij. Hij is nu overgebracht naar Jekaterinburg, waar dat proces plaatsvindt. Het zal waarschijnlijk ergens in Rusland een strafkolonie worden, waar ook bijvoorbeeld Alexei Navalny heeft gezeten. Ja, dat is geen pretje. Dat is hard werken en dat is vroeg opstaan en voortdurende controles. Dat wens je niemand toe. En dit zegt natuurlijk ook iets over de positie van journalisten van buitenlandse media in Rusland. Nou ja, jij bent er ook een, Joost. Wordt het gewoon steeds gevaarlijker? Nou ja, het wordt er niet makkelijker op, dat is duidelijk. De regels worden steeds verder aangescherpt. Journalisten worden veel meer gecontroleerd. Begin maart zijn er nog twee Nederlandse collega's tijdelijk meegenomen met een groep van andere, in totaal 26 journalisten, naar het politiebureau. Dat was dan voor een controle. Het liep ook met een sisser af verder. Maar het zijn gewoon pesterijen waardoor de Russische autoriteiten, waarmee de Russische autoriteiten, met name westerse journalisten, voornamelijk toch willen pesten gewoon. Het is pestgedrag.